Juan Sinan Bolot is het Peire die een strafschop wil en gaat Gent nu op weg naar de 2-0. Hier is Jacques Fetazzi, daar is Nourio en hij tikt hem binnen. En dan maken ze het af. En is het geen 1-1, maar wel 2-0 aan de andere kant in de blessuretijd. Uitstekend uitgespeeld door AA Gent. Al vonden ze, misschien bij KV Mechelen. Dat er een geurtje hing hier van buitenspel. Maar goed, dat wordt sowieso na. Kan hem klemmen. Was appel bij KV Mechelen. Voor een overtreding. Die werd niet gefloten. Dan is dit geen buitenspel voor Nourio Fortuna. Assist van Jacques Fetazzi. 2-0 staat op het bord. Wat doet Verbomen? Krijgt hij nog wat in zijn oortje gefluisterd of niet? Dat is de vraag.